Hoi, ik ben Sterre, ik ben 24 jaar. Ik sta hier bij mijn oma's flat. We gaan zo aanbellen. Ze is onlangs 80 geworden en ze is slechtziend, dus ze kan niet meer zelf op reis. Vandaag ben ik haar reisleider en ga ik vragen waar ze naartoe wil. Hallo Sterre. Hey oma. Wat een verrassing. Nou oma, ik ben hier dus vandaag om jou te verrassen. En we gaan een dagje op stap. Dat is leuk. Waar zou je graag naartoe willen? Dat nieuwe gebouw, de nieuwe bibliotheek. En de Rosette heet dat. Rosette. En daar is ook een heel groot kunstwerk. Ja. Dat is het aardvarken. En dat wil ik zo graag zien. Oké, okay, nou dan gaan we daar naartoe. Heel leuk. Ja. Zie je wat jij niet ziet? En het is rood. Niet in het rood. Is dat ding daar waar... Nee, dat is paars. Dat is niet. Nee, is maar helemaal voorin zit zo'n hendel. Of zo? Oh, daar links. Ja? Ja. Ja, nee. Het was eigenlijk deze rode hendel. Die zie ik helemaal niet. Die zie je niet? Nee, die kan ik echt niet. Ik zie Regine. Zie. En het is roze. Mijn pet. Nee. Maar ja. Ja. Hey, oma, even uitrusten. Ja. We zijn pas net onderweg. Ja, ja joh. Vintage koffers. Maar die tas helemaal hip. Die tas is weer heel modern van kleur. En ik vind hem ook heel mooi model. Wel een beetje klein. Het is geen reistas. Geen tas voor op reis. Maar lieve schat, ik ga ook niet op reis. We staan nu bij het aardvarken. Het varken is gemaakt door de kunstenaar. Hoe heet hij ook weer? Hofman. Bij het feest aardvarken. Aardvarken. En die is gemaakt door Florentijn Hofman. Dat is een mooie kunstenaar uit Nederland. Mooi. En ter ere van Burgersoep. Burgersoep is een dierentuin van Arnhem. Die bestond 100 jaar. Hier zien we het aardvarken liggen. Ter ere van het feest heeft Florentijn Hofman het aardvarken een leuk puntmutsje opgedaan. Een verjaardagshoedje. Dus dat maakt het kunstwerk wel heel erg grappig. Hij slaapt wel 23 uur per dag. En in dat ene uurtje dat hij wakker is, graaft hij hele diepe kuilen en eet hij wel 50.000 insecten. Hulde aan Burgersoep. Hulde aan Burgersoep. Ja, ik vind het prachtig. Ik vind het ook prachtig. Ja. Heel bijzonder. Ja. Heel bijzonder. Heel bijzonder. Oké. Okay. Heel mooi. Nou, mooi. Ja. Zo, ben je weer een beetje opgewarmd? Mm-hmm. Ja? Het waaide hard daar buiten. Halve mijn toppen van mijn vingers. Ja, dat doe je altijd aan. Wil je echt niet? Ja. Lekker snoepen. Oké, take 2. We staan hier bij Rosette. Rosette is de nieuwe bibliotheek van Arnhem. En het is een prachtig mooi gebouw, uitgeroepen tot het mooiste gebouw van 2014. We staan hier bij Rosette. Dat is dit ding. Het staat symbool voor oneindige verspreiding van kennis. Weet je hoe die kleur heet? Lichtgeel. Lichtgeel. Nou, het heet Arnhems Blond. En Arnhems Blond is een kleur die erg veel terugkomt in de Arnhemse architectuur. Maar in deze regio was ze nog bijna niet. Dus daarom hebben ze nu het gebouw Arnhems Blond gemaakt. Heel mooi. Heel mooi. Ik vind het ook prachtig. Ga je lekker uitrusten vandaag? Nee, ik ga nagenieten. Heerlijk. Gelukkig. Dankjewel, lieve schat. Tot de volgende keer, dan gaan we ergens anders naartoe, hè? Ja. Dan gaan we ergens. Dan gaan we vast nadenken waar je naartoe wil. Oh, dat is zo gelukkig. Oma? Ja? Weet jij wat vloggen is? Is dat een modern woord? Dan zou je het leuk vinden als ik wel ver weg ga en dat jij dan kan meegenieten door de filmpjes die ik maak? Oh ja hoor. Ja, dat kan ik nog wel zien hoor. Mm-hmm. Ja. Dat is een goede oplossing dan. Zo is het.